iedereen van harte welkom. En fijn dat jullie tijd vrij hebben gemaakt om hierbij aanwezig te zijn. Dit is echt voor ons een mijlpaal. Het was een megalong traject, van plan tot realisatie, bijna 15 jaar. Waarbij ik echt iedereen die hieraan mee hebben gewerkt wil bedanken. Onze bouwpartners, maar vooral onze loyale medewerkers. Die de laatste maanden ook alle voorbereiding en draaiboek hebben gemaakt om in een paar dagen tijd deze nieuwe locatie te verhuizen. Naar deze nieuwe locatie te verhuizen. Het was voor iedereen intensief een soort militaire operatie. Ook wil ik onze partners Slagerij Mast, Wakker Voskamp, Groenenschans bedanken voor de samenwerking die we hebben, maar die hiervoor ook al was en dat we ook met elkaar het vertrouwen hebben om hier ook weer de volgende stap te maken. Alleen, ik wil even iets vertellen waardoor we eigenlijk een dag later zijn opengegaan als dat het gepland was. De planning was om 10 oktober open te gaan, maar we kregen het bericht tijdens onze vakantie in augustus dat Leonique, haar moeder, opeens heel slecht lag en eigenlijk dat het niet meer zo lang zou duren. Dus we zijn onmiddellijk naar huis toe gegaan. Vrij snel kwam Leonique, moeder, in een hospice terecht en het was een kwestie van dagen. Haar wens was toen de tijd, en ze gaf ook regelmatig aan dat ze het zo verschrikkelijk vond dat ze de opening niet kon bijwonen. Waarbij ik op een gegeven moment heb gezegd, Margot, want zo mocht ik haar noemen, ik ga proberen om onze opening naar 11 oktober te doen, want 11 oktober zou ze 80 zijn geworden. Dus helaas heeft ze dat niet gehaald. Met heel veel 5-6 hebben we uiteraard geprobeerd om de opening naar 11 oktober te verhuizen. En dat is hartstikke gelukt en daar ben ik echt heel erg blij mee. En daar wil ik ook iedereen voor bedanken die daar aan mee hebben gewerkt. Bram en ik kennen elkaar al heel erg lang, want wij hebben filiaal 8557. Nou, binnen Albert Heijn weet niemand wat het is en hij had filiaal 8556. Dus wij zijn vrij kort achter elkaar geopend, ruim 30 jaar geleden als Albert Heijn. Alleen Bram heeft zijn winkel verkocht niet zo heel lang geleden. En hij is tegenwoordig voor onze brancheorganisatie is die voorzitter. Ja, het voelt hier als thuiskomen. Het is voor mij weer een aantal jaar geleden dat ik Albert Heijn ondernemer geweest ben. Maar ja, ik kom binnen en je ziet zoveel oude collega's en zoveel mensen die ik ken. Dus het voelt echt als thuiskomen. En zeker op de band met de familie Bevaart. Ik bedoel, jouw vrouw nog gezien vroeger als meisje achter de kassa. Bij de Albert Heijn, dus zo lang gaat het terug. Ja, moeders komt erbij. Kom op. Ze is 87, ze is zo. Maar goed, ik sta hier nu vanuit een andere functie, vanuit het vakcentrum, die de belangen behartigen voor alle zelfstandige supermarktondernemers en alle speciaalzaken in Nederland. Nou, daar mag ik dan de voorzitter van zijn. En wij hebben ons al jaren geërgerd dat het zelfstandig ondernemerschap eigenlijk niet goed tot uiting komt. En 10 jaar geleden vonden wij dat dat een onderscheidend keurmerk voor moest komen. Dat hebben we opgesteld samen met de TNO. De keuring is streng. Van de 4.500 supermarkten in Nederland zijn er 260 die het keurmerk hebben. En ik moet ook zeggen dat ook Ad een keer afgewezen is voor het keurmerk. Het is ook zo vervelend. Duurzaamheid, maar we hebben hier alles gedaan om... Klopt helemaal. Hij is zo boos geworden dat hij zei, dan ga ik een winkel bouwen. Die is zo duurzaam dat ik zeker in aanmerking kom. Nou, dat is niet helemaal waar. Hij was al druk met de plannen bezig. Geweldig wat je gedaan hebt hier. En ik zou het je graag het keurmerk willen overhandigen. En je welkom bij de Club van 260. Beste ondernemers van Nederland. Ja, en verder zou ik zeggen, jongens, het is echt geweldig in zo'n toch relatief klein dorp wat Ad hier neergezet heeft en hoeveel mensen dat je trekt uit de omgeving. Chapeau. Ik ga het keurmerk aan je moeder geven. Ad, we kennen elkaar al aardig wat jaar en ik sta hier als wethouder economie, maar ik ga wel eventjes terug in de historie. Je benoemde het al, het is al een hele tijd gaande, dit hele traject. Maar dan ga ik ook de credits geven aan de toen aanwezige bestuurders. En dan noem ik met name ook Christel Maurik, zeg ik eventjes. Die mede dit tot stand heeft weten te brengen. Ja, uiteraard altijd in goede samenwerking met een gemeenteraad. Want de gemeenteraad is uiteindelijk bepalend. Maar het zou niet eerlijk zijn om nu hier
mooi te staan als wethouder economie, terwijl ik er eigenlijk niet zoveel mee te maken heb gehad. Dus die credits wil ik graag geven naar de vorige bestuurders die jou ook geholpen hebben. Uiteraard, je hebt al heel veel belanghebbenden genoemd. En dan praat ik natuurlijk niet alleen over alle ondernemers die hier straks in dit pand hopelijk heel veel succes gaan krijgen, maar ook alle belanghebbenden die hebben geholpen om dit pand tot stand te brengen. Ik vind het heel mooi dat je dat keurmerk net hebt gehad. Het valt niet mee met de tegenwoordige tijd, zeg ik er heel even bij, om de kernen goed leefbaar te houden. En dan heb ik het niet alleen over de economische kant, maar ook over wonen en allerlei andere zaken. En dat is toch echt een opdracht die wij als gemeente hebben, van hoe gaan we nu de kernen goed leefbaar houden. Nou, ik denk dat dit, waar we nu staan, een prachtig voorbeeld is van hoe kunnen we de kernen leefbaar houden. En dan heb ik het niet alleen over jouw pand, maar ook over Leensvaartwijk totaal, het gezondheidscentrum, et cetera. Al die zaken bij elkaar. En je ziet de opkomst van zoveel mensen. Ja, dat moet ik zeggen, dat is een applausje waard. 3, 2, 1, 0. Nou, nogmaals van harte welkom allemaal.